Dames en heren, hartelijk welkom bij Minecraft 4. In de vorige aflevering zijn wij een mineshaft ingegaan onder water, waar we alleen nog lang niet alles gevonden hadden. En nu gaan we dus verder op ontdekkingstocht hier door deze mineshaft heen. Ik ben hier weer met Martin. Hallo. Yo. Normaal gesproken verkleed als Legolas, nu net even anders. Maar we gaan kijken wat we hier vandaag kunnen vinden. Het doel is in elk geval om wat string te vinden, maar dat komt sowieso goed. En voor de rest zien we het, want we hebben hier de vorige keer best wel veel uitgezocht. Maar we hebben geen schatkisten gevonden, die hier toch wel zouden moeten zijn, geloof ik. We kunnen al twee kanten op hier. Oh, keuzes. Oh, daar is de spawner zo te zien. Rechts bedoel je? Ja. Nou, gaan we die kant eerst op. Oh, hier kunnen we ook nog heen. Oh, creeper. Heb ik. Kom maar. Ja! Hij boom! Oké, dit loopt alleen nu wel weer dood. Ik had eigenlijk een bijl moeten maken voor dit hout. Kan wel. Ik heb een crafting table gemaakt waar we net vandaan kwamen. Oh! Zo dicht zitten we dus onder het water. Ik fix het. Oké, nice. Althans, dat wil zeggen, ik probeer het te fixen. Dat is echt mooi. Binnen 1 seconde stond echt alles hier onder water. Alles is ook gewoon weggezakt, ja. Ja. Het is allemaal gravel. Holy. Zou nu dicht moeten zijn. Waar de piep komt het water nou nog vandaan? Hè? Oh, hier. Ja, daar zaten nog meerdere gaten. Was dit hem? Dit was hem. Dat heb ik nu al 60 keer gezegd. Maar het overstroomt nog steeds, dus er moet toch nog ergens een lek zitten. Oh, hier. Ook echt mega obvious. Dat was hem. Ja, volgens mij zit hier namelijk ook nog één. Crap. Waar komt dit vandaan dan? Ja, we zouden het gewoon moeten kunnen volgen, toch? Oh, hier zit inderdaad ook nog een lek. Dit was hem echt. 5 keer is geen zin. Ja. Oké, goed. Voordat we dit allemaal lieten gebeuren, of voordat ik dit allemaal liet gebeuren, wilde ik een axe gaan maken. Oh ja. Ik heb natuurlijk... Het is ook wel handig om een shovel te maken voor de gravel. Oké, want ik zit even te kijken. Ik heb natuurlijk wel planks, dus daar kan ik... Ik heb maar 1 plank, dus ik kan daar geen sticks van maken. Ik heb wel sticks voor je, hier. Cool, ik zit ook alleen alweer vol met allemaal spul, dus ik ga gewoon even spul dumpen. Mijn iron ore kan natuurlijk gewoon die smelter in. Hoppatee. Cobblestone. Ja, iron ore. Ja, precies. Ja. Geloof ik eigenlijk wel. Wop. Dat rotten flesh, dat geloof ik eigenlijk wel. Granite geloof ik wel. Oh, ik heb nu... Sticks zat. Doortjes er ook af. En dan kan ik nu op deze manier volgens mij een axe maken. Als ik me dat goed herinner, gaat dat zo. Ja. En een shovel, dat weet ik dan weer niet. Het is 1 ironje en 2 sticks. Oh ja, oké. Maar dan heb ik nog eventjes 2 iron nodig. Zal ik er voor jou dan ook direct eentje maken? Ja, graag. Ik heb wel 1, maar die gaat al best wel hard kapot. En ik zal dat gravel hier sowieso even opruimen wat hier op de weg mag. 2 shovels. Er ligt er eentje voor de smelter. Oké, okay, super cool. Oh ja, hier zit gewoon een spawner. Oh. Auw. En een skelet ergens. Oh, ik zie hem. En een creeper. Ja. Hey, waarom raak ik dat... Oh, ik moest eerst... Oké. Als die creeper zich nou even opblaast... Ik dacht even dat, ik is die spawner nu opgeblazen? Volgens mij wel. Oké, nou, dat probleem is nog weer opgelost. Nice. Wow, dit is echt waard dit. Super veel string. Willen we nog de muur ingraven om te kijken of het misschien stiekem toch niet doodloopt? Ik hoor geen enemies in elk geval. Nee, ik ook niet. Oh, ik hoor links van mij een geluidje.
Oh, een zombo. Nee, zo'n geluid van er is een kamer in de buurt. Ja, oké, check. Ik doelde op deze gast die hier mij tegemoet kwam. Er zit hier ook gewoon een structure om daar of een gang om daar naartoe te komen. Oh, hier. Nou, dan gaan we daar toch gewoon in. Even kijken hoor, deze blok dan even af, want dit loopt dood. En dit inderdaad. Zo. Dit loopt ook dood. Oké. Okay. Denk ik. Ik kan hier nog even proberen een klein stukje verder te graven, maar... Dan kunnen we dit inderdaad ook wel afblokken. Het lijkt mij inderdaad dat dit dood loopt. Oh, hier zit wel een heleboel kool trouwens. Jemig, hoe ver gaat dit wel niet door? Oké, volgens mij hebben we nu het einde bereikt. Ja. Of niet? You were saying. Dit is bizar! Als dit goud was geweest, waren we rijk geweest. En wie goes is we? Ik zie daar al iets van een skelet of zo. Oh nee. Oh, een chest. Oh, nice. Oh! Rails, act, name tag, dips. Rails, we hebben ook activator rails. Oké. Okay. Wat broden. Ik heb ook sowieso nog broden in mijn inventory, dus ik kan mooi stacken. Die zaden ook meenemen. Die kunnen we op onze farm gebruiken. Ja, ik neem die activator reels wel mee. Melon seeds. Neem jij die mee? Is goed. Oké, want ik heb hier nog wat wheat, over. Dus dat stop ik dan weer terug. Dan heb ik weer even wat ruimte. Ja, volgens mij hebben we ook meer dan genoeg redstone dust. Ja, zeker. Dus dat laat ik hier ook even. En die 64 kool. Ah joh, neem eerst maar even mee. Oké, okay, maar we hebben nu dus wel weer een punt bereikt waarop we in dit gedeelte... Oh, hier zit ook nog kool. Eigenlijk is het wel rustig zonder Ballon Deals. Hebben we die mensen eigenlijk wel nodig? Nee, voor verstand van zaken. Ja. Als we hen gewoon inzetten om ons spul te bouwen, dan zeggen we... Nee, jullie zijn vet waardevol. En dan doen zij dat gewoon voor ons. Hoe kwamen we hier? Ja, vanaf hier, via hier zeker. Ja, hebben we al verdwaald? Oh ja, oké. Okay. Oh ja. Top. En toen? Even kijken hoor. Ja. Nee, met het water mee. Want we hebben het er nog over gehad om dit af te blokken. Omdat we dit zo stervens irritant vonden. Ja, de rest vonden. Hadden we hier verkend. Dus dan kunnen we inderdaad weer... Zat hier nou nog wat? Nee toch? Ja, hier zit ook nog iets. Oh! Dit loopt wel meteen dood aan deze kant. Deze kant gaat hij nog iets verder door. Oh, zombies. Oké, good job. En kool en ijzer. Zou ik nou eindelijk eens een keer mijn experience kunnen behouden, in plaats van dat het aan het einde van deze aflevering weer weg is? Kortom, gaan we dit overleven? Dat is eigenlijk de vraag die ik stelde, ja. Oh. 2-2-2. Oh, hey. Doe maar, jongens. Doe maar. Pak elkaar. Oh ja, we gaan gewoon... We zitten hier trouwens ook gewoon alweer direct onder de ocean floor. Oké, en we zitten hier ook direct weer aan het eind. Nou, reuze interessant was dit. Ja. Oh ja, het druppende water had ons net misschien ook een hint moeten geven. Vond het wel mooi. Oké, dat was dat. Oh, hier zit ook nog allemaal kool. Nee, jongen. Oh! Oh jee. Dat Martin, fix ik zo. We hebben een lek. Oh, nog één. Oh, nog één. Oké, nu wordt het iets minder grappig. Nou ja, dat hangt van je perspectief af, neem ik aan. Laten we het gewoon helemaal openhakken. Kan ons het schelen. Ik zie niks meer. Oh jee, er komt ook een drowner binnen. Er komt een drowner binnen. Oh ja. Hij heeft gewoon goud gedropt. Oh, dat is nice. Ja, als ik er plek voor zou hebben. Oh, dit is trouwens allemaal gravel. Dit wordt alleen maar slechter.
Oké, okay, misschien. Ik heb het goud niet gepakt trouwens. Heb jij het? Want ik kon er niet bij. Hé, hey, we kunnen het ook gewoon zo laten trouwens, want het water stroomt hier niet verder. Dus dan hebben we alleen maar weer een extra uitgang. Oh, die oppervlakte is verder weg dan je denkt. Ja. Twee. Eén. Het als het goed is. Oh ja, ik heb het gered. Yo. Maar nu, die andere trench. Kijk hoor, die zag ik alleen goed vanaf boven water. Oh, die zit hier. Er zit nog een drowner onder ons trouwens. Oh, en hier ligt ook een bootje, dus hier zijn we er wel ook al geweest. Maar ik zie daar wel zo'n apart magma blok. Hier ligt een toren of zo ook. Ja, oké. Okay. Nee. Maar hier heb je echt iets. Auw, hier heb je echt iets voor nodig, anders lukt dat nooit. Een deur. Ja, bijvoorbeeld. Nog een drowner. Wow. Ik vond vroeger altijd als het dan regende in het zwembad. Dat was heel bijzonder. Ja. Ja, dat was ook cool altijd. We hadden het zo van... Nee, oh! Het is ook niet licht. Of kwamen we daar vandaan? Ja, no clue. Ja, want dat gaat überhaupt... Oh, daar zijn onze bootjes. Oh ja. En ik zie een zeeschildpad en mijn zwaard moet kapot. Dus ik bied bij voorbaat mijn excuses aan voor het geweld dat zometeen gaat volgen. Ik ga hier beneden kijken. Wow, ik word geattacked door zo'n gast met een... Een trident? Trident. Ja. Val hem aan. Ik zit nu weer helemaal onder water. Hallo zeeschildpad. Kan ik jou onder water niet aanvallen? Oké, ik geef die schildpad op, maar ik moet wel nog steeds kapot, dus... Kijk, die gast, jongen, die is vet sterk. Waar is hij? Ik zie jou niet. Ik ben bij... Ik ben sowieso dood. Kom naar het eiland, want dan kan ik je ook weer zien. Ja, wacht even, hij staat echt op 1 centimeter van mij nu. Oh, ik heb hem gekild. Hij dropt niks. Dat is jammer. Oké, hey, ik ga weer naar onze bootjes. Ja, we moeten even een nieuwe plek zien te vinden. Yes, agreed. Oké, ik zit hier in het bootje. Technisch gezien zou dit ding nu moeten zinken trouwens als ik hier lang genoeg blijf zitten. Misschien moeten we een vuurtoren op ons eiland bouwen. Als Niels onze toren nou eens ombouwt naar een vuurtoren, dan moet hij natuurlijk alleen nog wel inrenderen. Hé, volgens mij zie ik daar ook weer iets licht. Of niet, hieronder. Ja. Kunnen we daarin? Het is een schip. Oh, en dus ik ben er ook al we zijn er al geweest, want er staan allemaal deuren. Oh ja. Dat makkelijke manier om terug te herkennen dat. Oh, daar is onze unit. Aan de andere kant hebben we nog niet echt verkend. Die kant kunnen we wel even op gaan. Oké, mad props voor Niels' constructiewerk. De kijkers hebben natuurlijk nog niet gezien wat voor een beest van een basis we nu hebben. Dan kunnen we straks nog wel even afsluiten. Je wordt achtervolgd door een dolfijn. Vet, awesome. Dan wel gestalkt door een dolfijn. Hij zwemt de hele tijd moeilijk uit rondjes om mijn boot. Ja. Eilandje. Kunnen we het eiland even gaan verkennen? Wow, lama's. Een poppetje met lama's. Oh, daar kan je mee traden. Huh? Oké, dit is echt super... Ik hoor je, maar ik zie alleen de lama's. Oh ja, ik zie ook alleen maar lama's. Minecraft, wat doe je ons aan? Ze maken ook hele rare geluiden. Kan je ook... Wat gebeurt hier? Ben je nou die lama aan het aanvallen? Nee, aan het aaien. Nu gaan ze jou attacken. Oh. Oh, dus jullie menen om mij te moeten gaan spugen?
Nou, wacht maar eens even. Ik zal jullie leren. Oké, maar dit eiland moeten we op zich dus wel eventjes weer vanaf, denk ik. Ja. Zo. Aangezien het een nacht is en hier de wereld aan... Oh, een gast met een enchanted bow. Pak hem op. Zie ook al creepers. Ik hoor volgens mij iemand die niet zo blij is met mij. Ik hoor ook een creeper inderdaad. Ja, waar lag ons bootje? Ik hoor een drowner. En ik zie een skelet. Oké, ik ben bij de bootjes. Als je naar mij toe loopt dan... Ja, ik kom eraan. Ik pak alleen nog even dit skelet. I'm here. Dus wat waren de coördinaten van ons eiland ook alweer? Dat is ongeveer x is 175. En dus wel deze kant op te gaan. En z52, want de y maakt niks uit. Die zal toch altijd 64 zijn, ongeveer. Ja. Oh, dan naderen we wel. Ik denk dat het is. Dit is het? Ja, we zijn er! Hopen we dan. Is dit het niet? Vals alarm. Ja, een eiland met allemaal torches. Dit is ons eiland. Nou, dan kunnen we afsluiten met laten zien wat voor een zieke basis we nu inmiddels hebben. Ja. Credits daarvoor helemaal naar Niels. We hebben hier deze prachtige deuren die vanzelf open gaan. Ik zie dat we inmiddels ook naar boven kunnen. En dit is dus de epische toren. We kijken hier naar onze enchanting table. Er zitten wat hondjes beneden. Maar vooral deze toren. Niels, het is wel episch hoor. Ja, ja. Moet ik zeggen. Ik blijf het jammer vinden dat ik nog niet omhoog kan. Maar daar had Niels een idee voor. Dus, Work in progress. Dat komt hopelijk nog. Precies. Zodra wij uitgevolgd hebben hoe we goed kunnen timelapsen, gaat dat ook gewoon in de video's komen. Dit is onze lift. Of wat erop lijkt in elk geval. We komen hier nu op zeeniveau uit, zie ik. En we hebben hier een knopje dan in de muur zitten. Die doet de deuren open. Moet ik er natuurlijk wel op tijd doorheen lopen. Dit is moeilijker dan het lijkt. Zo, ja, hoppatee. Het zag er vanuit mijn perspectief denk ik een stuk grappiger uit dan vanuit jou. Ja, we moeten eigenlijk gewoon met meerdere dingen... Wow, wat doet die wolf daar bovenop? Nou, hier slapen we. Het bed van Martin Pizza. Het niet-bed van Koning Niels. Enigszins overdreven. Crazy Coon slaapt daar. Oh, ik heb nog geen bordje erbij gezet. Nee, Ben. Kijk, ja. Iedereen Ben, heeft dus Ben een... Ben slaapt op straat. Ja, dit is ons logeerbed. Als Ben lief is, mag hij daar slapen. Je weet zelf. En dat is ons huis. En met dat dit ons huis was... Was dit ook de video? Ik wil jullie super hartelijk bedanken voor het kijken. Vond je hem vet? Beloon hem dan zeer zeker met een blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer, want er komt natuurlijk nog superveel meer. Deel deze video met je vrienden op Facebook, Snapchat, WhatsApp, Instagram, Twitter. Noem het allemaal maar op. Delen helpt het kanaal namelijk enorm. Kunt mij ook volgen op social media. Links daarvoor in de beschrijving. Volg me ook zeker op Twitch en kom gezellig bij de Discord. Zodat we het over van alles en nog wat kunnen hebben. Ik was Crazy Koen. Heel graag tot de volgende. Houdoe!